Nou, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen en weer nieuwe oogst natuurlijk. En we zitten hier bij de limoenklaver. Lekker zuur van smaak, heel mooi voor decoratie of door de sla. Proef hem vooral eerst even. Zowel het klavertje 4 is eetbaar als de bloem. Daarnaast wil ik nog wat vertellen, want ik krijg heel veel vragen over de naambordjes. Hier staat Martijn op. Martijn, dankjewel. Want deze bordjes zijn hier neergezet naar aanleiding van onze crowdfunding. Zodat we onze tuin mooier kunnen aankleden. En Martijn heeft deze haag geadopteerd. En het bordje zal hier zo lang mogelijk blijven staan. Dus daar zijn deze naambordjes voor. Ja, we zitten hier bij de courgettes en ook deze zijn te oogsten. Ik heb afgelopen zondag al een bordje hierbij gezet, want ze begonnen aardig te groeien. En we hebben twee soorten op dit moment in de oogst, zowel een gele courgette als een groene courgette. En we zullen zelf de grotere courgettes meermalig oogsten en die kan je heerlijk gebruiken van de soep. Denk er wel aan dat je dan de zaadlijst verwijdert, want die maakt hem wat bitterder. En dit vind ik een prima formaat om te oogsten. Deze dus kan op zich ook al. En ze groeien hartstikke goed gelukkig. We zitten hier weer bij een bed gelukkige radijsjes. En voor in het bed zijn ze al een mooi formaat, dus we doen ze alvast in de oogst. Achterin vind je nog wat kleinere, maar in de loop van de week zullen die ook wel wat groter worden. Dus vandaar dat we ook alweer radijsjes kunnen eten. En deze week hebben we ook heerlijke zomerpostelijn te oogsten. Je ziet dat er wel wat uitval is geweest door slakkenverraad. Maar gelukkig staat er nog genoeg. En het is heerlijk om te mengen met de sla. En deze sla die wordt ook al geoogst. En deze is wel wat bitterder van smaak, merken wij. Maar het is heerlijk als je het recept volgt in de app, dat je hem grilt met peultjes. Dus dat zou ik zeker aanraden. Nou, we staan hier bij een drie bedden met kapucijners. En ze hangen helemaal vol. Let er wel op dat je de dikkere peulen plukt. Zelf pluk ik ze altijd met twee handen. En de peul moet er eigenlijk zo uitzien. Of de echt. Dan zijn ze perfect. Want er zitten bovenin vooral heel veel dunne. Ja, die zijn nog niet klaar. Die moeten wat langer rijpen aan de plant. Dus vooral onderin vind je de dikkere. En bovenin nog wat plattere. Maar die moeten dan nog even. Ik zou zeggen, pluk ze. En we hebben weer een nieuw bed bosuien voor jullie in de oogst. De andere is nu opgeoogst. Dus we kunnen aan dit bed beginnen. En ter illustratie, je oogst ze door ze gewoon weg uit de grond te trekken. Tada. En hier zitten we bij bonenkruid. Dat is een heerlijk kruid om, de naam zegt het al, bij bonen te gebruiken. Daarnaast kan je het ook een beetje vers door de sla doen. Of is het ook heerlijk om te gebruiken in soepen. En in de kas hebben we nog heerlijke kroppen sla in de oogst. Zowel een rode kropsla als een groene eikenbladsla. En ze staan allemaal langs de aubergineplant. Oh, aubergineplanten, sorry. Pas er goed op als je ze oogst voor de planten. Want je kan zomaar uitschieten met je mesje en dan verliezen we wat aubergines. Oké, nou de knoflook mag er helemaal uit. Dus we willen vragen of iedereen vijf bollen per persoon mee zou willen nemen. En je oogst gewoon door gewoon weg uit de grond te trekken. Laat smaken. Nou, we zitten hier tussen de broccoli. Die had ik al vanaf afgelopen zondag ook in de oogst gedaan. Want ze stonden echt op springen. En je ziet dat deze nu al in bloei gaat. Dus er zijn nog een paar kroppen over. Wees er snel bij. En op deze manier is de broccoli nog steeds te eten en je oogst hem gewoon door hem af te snijden. En we laten de planten nog even staan, want hij gaat nog side shoots maken, zo noemen ze dat. En dan krijgen we nog een paar kleinere kropjes, dus we krijgen over een paar weken nog een keer wat broccoli. Nou, het is er eindelijk van gekomen. We hebben een hele mooie wastafel gecreëerd. Heeft Sam heel mooi in elkaar getimmerd. Dank u, dank u. De sproeilans die werkt als volgt. We hebben een mooie hendel bovenop. Die kan je, als je een beetje water nodig hebt, een beetje open doen. Heb je meer water nodig, haal je hem gewoon helemaal open. En in het begin valt de druk een beetje weg, want het duurt even voordat de pomp in de gaten heeft tot hij aan de gang moet gaan. Maar later komt hij gewoon terug. Nou, je legt je groentes gewoon hier op. Spuit ze allemaal mooi nat. Draait weer tot al de zand eraf is. En dan doe je ze mooi schoon in je groentetas. Succes met wassen!
En als laatste van deze video wil ik natuurlijk nog even het oogstfeest benoemen. Aankomende zondag hebben we een leuk programma voor de boeg staan. We willen mensen vragen om zoveel mogelijk met de fiets te komen, omdat we geen parkeeroverlast willen veroorzaken in deze straat. Als je wel met de auto wilt komen, kun je 500 meter verder rijden richting Nijmegen. Daar hebben we op de splitsing van de Grootstalseweg en de Hatertseweg staan een parkeerplekje. En dan kan je binnendoor zelfs 500 meter lopen en dan ben je ook op de tuin. Nou, ik hoop iedereen zondag te zien. Ik wens jullie heel veel plezier met de oogst. Eerst weer volop oogst, dus kom vooral langs. En fijne week gewenst. Tot op de tuin.